Hallo, we hebben voor vandaag een aantal activiteiten op de planning staan. We gaan beginnen een rondje te maken door de Ros Dress for Less. Dat is een winkel waarbij je over het algemeen diverse merken hebben. Eigenlijk restantpartijen van merkwinkels. Die worden daar tegen een leuke prijs aangeboden. Dus daar gaan we eerst eens kijken. Dan is de bedoeling dat we naar Olive Garden gaan om wat te eten. Olive Garden is een Italiaans georiënteerd restaurant hier en zijn we al veel vaker geweest. Bevalt ons zeer goed, dus daar gaan we daarna naartoe. Vervolgens proberen we nog even een Converse winkel mee te nemen. We hebben wat schoenen gezien die leuk zijn, interessant geprijsd. En daar proberen we nog een paar te scoren, te kopen. Vervolgens willen we graag een ronde midgetgolf gaan doen. Dat hebben we vorig jaar hier één keer gedaan. We hebben een andere baan gevonden. We hebben ook een coupon daarvoor gevonden op de website. Het heet Minigolf Paradise Island. Het ligt aan de US 192, 192. Een klein half uurtje afstand hiervan. Maar goed, we hebben de route eigenlijk zo bekeken dat we... Dat Ros Dress for Less is dichtstbij dan het restaurant waar we heen gaan. Olive Garden, vervolgens naar de Converse Store. En om te eindigen en vanavond, ook dus als het wat donker begint te worden... Dan om een rondje minigolf daar te gaan doen. Dat is de planning voor vandaag. Die heb je allemaal voor Kevin? Ja, het is allemaal voor Kevin. Het is deze. Nog even Converse. Jordan. En nog één. Ja, dan moet je maar kijken of hij daar één of twee vanuit komt. Ja, precies. De tas gevonden, maar ja, dat moet maar even kijken. Ik val ook een Jordan shirtje. Maat L. Mooie schoenen dit. Oh, qua maat is dit wel goed. Ja. Hardloop shirtje erbij, waar je ook een beetje in opvalt. Een aantal Jordan shirtjes, leuk. Jonge. Erg. Het begint te druppelen. En ik denk dat we ook wel wat lusten. Hè. Het wordt tijd om naar Olive Garden heen te gaan. Het moet straks wel droog worden, want anders dan gaan we niet minigolf, denk ik. Dat is niet leuk als het nat is. Weer is hier kan zo weer omslaan. Het is nu namelijk gewoon koud buiten. Nee, koud is het. It's everyday, bro. She says that she's never afraid. Wachtrij of valt mee? Ik zie nog niet veel. We hopen als we straks buiten komen dat het een beetje opgeknapt is. Die blijft dan straks die kant op daar achter. Het is allemaal een beetje Italiaans. Even kijken wat ze allemaal hebben. Early dinner, daar zijn we veel te laat voor. Oh ja. Het is de citrus glazed salmon. Salm dus, het ziet goed uit. Door op Italy, nou die hebben we wel eens gehad, maar het is wel heel erg veel. Pasta's, ziet ook allemaal goed uit. Ook gewoon een biefstuk, zie ik, sirloin. Hier kun je zelf, $9.99, hier kun je zelf je pasta kiezen. Kies je een saus en kies je een topping. Voor de toppings betaal je dan verschillende prijzen. Van gehaktballen, kip en shrimps. Dus altijd krijg je hier bij elk menu krijg je een bak salade. Van alles en nog wat erin is een hele lekkere saus zit er ook overheen. En voor de allereerste keer heb ik eens een keer een soepje gedaan. Dus je kunt zowel als je een menu neemt, gerecht neemt, dan krijg je dus of salade of soep krijg je erbij.
chicken alfredo. Behoorlijk bot. Broccoli met kleine pizza. Ik denk groot genoeg, of niet? Kevin? Hetzelfde, alleen dan met wat ketchup en wat met dat. En wat is dit? Ik ga het even vertellen, ik ga je voor maken. Het ziet eruit als kipstukjes en dit ziet eruit als aardappelpuree. Een soort van aardappelpuree. En heb je dan kaas overheen gedaan? Ja, en champignons. Dat is dus de met twee kipstukjes. Mama heeft de kaas overheen. Champignons, hier aan de zijkant. Behoorlijk wat saus. Ziet er goed uit. Maar dit is ook wel mooi hoor.